dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Je Geld en Je Leven. In dit programma praten we over geld en over hoe geld ons leven beïnvloedt. En bij mij aan tafel, zoals elke maand, René Boon, fiscalist, welkom. Leo Kok, notaris, welkom. Oscar van Schavenbeke. En de vierde gast vanavond is Nico Rijnbende. Voor jou een speciaal welkom. En wij gaan het vanavond hebben, dames en heren, over starters op de woningmarkt. En nu is het zo dat starters het op het moment niet zo makkelijk hebben, toch? Nee, dat klopt. Starters hadden het al niet makkelijk op de woningmarkt de laatste jaren. Weliswaar was de rente gelukkig laag en dat vergoedde nog enigszins wat. Maar vanaf 1 januari, daar kan Nico denk ik alles over vertellen, zijn die hypotheeknormen nog verder aangetrokken. Heeft te maken met stijging van pensioenpremie, pensioenpremie, ziektekostenpremie, dat soort redenen waarom de hypotheeknormen aangetrokken zijn. Dus de leencapaciteit voor starters is nog minder. En dat zijn substantiële bedragen. Dat ligt tussen het is wat afhankelijk van de inkomen natuurlijk, maar dat kan wel variëren tussen de 10.000 en de 30.000 euro wat iemand minder kan lenen. Ja, en in die doelgroep komt dat heel hard aan. Ja, en het is toch ook zo dat dat eigenlijk heel recent, per 2011, allemaal veranderd is. Tenminste, een groot gedeelte. Per 1 januari is dat veranderd. En in eerste instantie is dat door de NRG-normen die zijn aangepast. En wat is dat, de NRG-normen? De NRG, dat is de Nationale Hypotheekgarantie. En die staan eigenlijk, is dat een soort garantie op het moment dat mensen een hypotheek krijgen onder die garantie, dat banken ook bereid zijn om een lage rente te hanteren. Mm-hmm. Want het risico voor banken is dan ook bijna substantieel laag. Dus die NRG die is dan vooral voor starters van belang om uiteindelijk de woning te kunnen krijgen. Want op het moment de betaalbaarheid is namelijk afhankelijk ook van de hoogte onder andere van de rente. En hoe lager de rente is, des te meer ik ook kan lenen. Waar ligt die grens nou, Nico? Nou, voor wat betreft de grens zit dat tussen de 4 en de 4,5 ongeveer keer je inkomen wat je kan lenen. En naarmate je inkomen hoog wordt, wordt die grens ook weer wat opgetrokken. Want voor starters, zeker de starters op de woningmarkt, is 4 tot 4,5 keer hun inkomen wat ze dan maximaal kunnen lenen. Ja. Beide inkomen samen? Ja, en er zit ook nog verschil in. Op het moment dat iemand een laag inkomen is alleenstaand of met z'n tweeën, er zit ook nog wat verschillen en verhoudingen in. Ja. Maar goed, en dat is het voordeel van internet. Tegenwoordig kan je heel makkelijk gewoon op internet even iets inkloppen, je inkomen of het inkomen van je partner. En dan zie je heel snel wat je maximale leencapaciteit is. Ja, want je zegt 4,5 keer je inkomen, gezamenlijk inkomen. Ja. Hoe was dat vroeger dan, als je pakweg 15 jaar geleden? Ja, toen was het heel ruim, want toen ging het, en dat waren ook de verhalen die je hoorde, ging tot 6-7 keer het inkomen. En dat was natuurlijk ook een hele andere tijd, hè? Want we zaten ook in een hoogconjunctuur. Dus mensen kregen ook makkelijk, de salarissen gingen stijgen. Ten tweede de huizenprijzen, die bleven ook maar doorstijgen. Ja. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren in één keer gezien dat er een dip kwam. Ja, en dan wordt iedereen in één keer kritisch erop. Maar is het niet een beetje bemoeizuchtig van ons allemaal dat wij jonge lieden zo nodig moeten beschermen? Want ik weet nog dat ik begon, dat is nu al heel lang geleden, kan ik je verzekeren, maar toen was het heel gewoon dat je echt op een houtje zat te bijten en allebei ging werken en uit de tuin at en de familie hielp en dan was je pas in staat om een huis te financieren. Want dat huis kreeg je niet volledig gefinancierd, dat kreeg je maar voor de helft of zo gefinancierd. En iedereen die hielp en dat huis kwam er dan. Die familie loste dat met elkaar op en dat is dan een beetje nette familie was, dan wilde die Rabobank het ook wel financieren. En nu is er als het ware een toezichthoudend orgaan, lijkt het, die dat voor de mensen gaat bepalen. Je hebt toch een soort verschil in hoe je met inkomen omgaat, of is dat ook niet meer vrij? Ja, ik weet niet, hoe bedoel je met het verschil hoe je met je inkomen omgaat? Nou, sommige mensen zullen meer consumptief gericht zijn, en andere mensen veel minder. Ja. Ja. Dat is lastig te meten. Dat is wat lastig te meten. Banken houden daar wel rekening mee hoor. Je ziet toch dat op het moment dat je tegen je maximum aankomt of er net overheen zit, dan wordt er wel een inschatting gemaakt van de persoonlijke omstandigheden. En je ziet, en klanten kunnen dat ook aantonen, dat ze met een bepaald inkomen bijvoorbeeld toch
vrij regelmatig kunnen lenen of kunnen sparen. Dus dat ze toch in staat zijn om minstens 300 euro per maand te kunnen sparen. Nou, dan kan je ook zeggen van oké, u wilt dus iets meer lenen. Nou, in, dat scheelt 100 of 150 euro per maand. Nou, dan spaart u iets minder, maar toch weet u met betrekking tot die betaalcapaciteit dat te kunnen halen. Dus dan zijn banken... Zo gaat het toch wel dan? Jawel, dat gebeurt nog wel. Maar Leo, je had het over het helpen van familie. Ja. Maar merken jullie nu ook dat nu het moeilijker wordt dat familie, ouders en zo meer instaan voor kinderen om toch te zorgen dat het huis gekocht kan worden? Ja, dus dat zijn mogelijkheden. Je kent onder andere bijvoorbeeld een generatiehypotheek waarbij ouders dan ook grootouders daarin mee verbonden worden als mededebiteur. Dat zijn mogelijkheden. En dat is vooral bedoeld inderdaad voor starters dan wel inverdieners. Om toch het mogelijk te maken dat ze hun eigen woning... Die ouders of schoonouders of grootouders, worden die dan in de volle omvang mee aansprakelijk of voor een bepaald bedrag? Of hoe werkt dat in de praktijk? Is het een soort borgstelling? Ja, het is een vorm van een borgstelling. Ze worden gewoon mededebiteur daarin en eigenlijk zijn ze volledig aansprakelijk dat de hypotheeklasten betaald blijven. Voor het geheel dus. Ja, voor het geheel. En dat garanderen ze dat ook. Wordt het jaarlijks getoetst dat die borgstellingen na een jaar of twee of drie jaar, al naar gelang de inkomensgroei, hoe je vanaf gaat? Vanaf kan? Het uitgangspunt is in principe dat we zeggen van nou, mensen moeten binnen nu en vijf jaar eigenlijk in staat zijn om zelf die lasten op te kunnen brengen. Dat is het uitgangspunt. Want dan worden die ouders ook weer vrijgelaten. En worden die ouders ook weer vrijgelaten. Het wordt gewoon een slag van mee. Want wat als die ouders failliet gaan? Ja, dan krijg je een wat lastige situatie, want ja, dan heb je daar in ieder geval geen zekerheid meer. Nee. Ja, en dat is, dan houdt het even op en dan, ja, dan wil niet zeggen dat we dan uiteindelijk degene die hypotheek gegeven heeft, dat die uiteindelijk dan, dat we dat gaan opeisen, want zolang die daar ook blijft betalen, dan is er niks aan de hand. Nee. En daar gaat het eigenlijk. Wat ik inderdaad denk dat het ook wel belangrijk is als je praat over starters op de woningmarkt, en dat gebeurt ook niet, maar... En ik denk dat starters dat onvoldoende beseffen trouwens, dat alles natuurlijk geregistreerd staat. En wat ik gewoon in de praktijk meemaak, dat, en het is dan dit jaar niet meer, maar een telefoonnota van 2 maanden niet betaald werd. Of 2 maanden lang niet betaald werd. En dat staat geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Ja. En vervolgens wordt er geen hypotheek meer verstrekt. Dat is gewoon praktijk. Dus ik denk dat als je het over starters op de woningmarkt hebt, dat ook wel eens goed onder aandacht gebracht mag worden. En niet alleen de telefoonrekening, maar vergeet het te betalen of aanmaning gehad, de vakantie geweest. Nou ja, je kent alle verhalen wel. Het staat geregistreerd en vervolgens kun je dus geen hypotheek krijgen. Nee. En dan gaat het om bedragen, en ik maak het dagelijks mee, van 200-300 euro. Maar kun je daar nou nog iets aan doen? Nee, 5 jaar lang niks. Niet. Dus je kunt 5 jaar lang geen hypotheek krijgen. Dus je moet gewoon heel netjes zijn. Ja, dat is sowieso belangrijk. Ja. Maar inderdaad, in dat kader moet je gewoon heel netjes zijn. Want kijk, op het moment dat je al geen 200 euro kunt betalen, of 300 euro, dan zegt de bank, ja, hoe kun je dan in vredesnaam 1000 euro per maand betalen? En dan zeggen ze, ja, maar dan ga ik wel zo'n zo'n moestuintje als ze van meneer Kok aanleggen. Maar dat daar trappen we niet in, denk ik. Dat was echt zo. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk, de tijden zijn natuurlijk veranderd. En niet altijd zo gunstig. Nee. Vroeger was het over het algemeen veel meer de handen in één slaan en trekken elkaar er doorheen. Je zag mensen sappelen tot hun 65ste om die hypotheek volledig afgelost te krijgen. Ja. En dan was het, dat was ook logisch, want ze hadden niet of nauwelijks pensioen, dat is een ander onderwerp, dat snap ik wel. En ze hadden alleen maar hun AOW. En ze zorgden dus dat als ze 65 waren, was dat huisvrij, een beetje geld bij de Rabobank. En dan ook met die AOW samen kwamen ze er al door met een beetje groente uit de tuin. Dat was de cultuur. Ja, maar dat we natuurlijk 15 jaar geleden was het andersom. Je kocht ongeveer je droomhuis. He, en dat werd helemaal gefinancierd op de POF. En je zag wel hoe je er uiteindelijk mee uitkwam. Andere, en ik denk dat we inmiddels weer wat erg onderweg zitten, ergens halverwege. Maar één dingetje nog over, ik denk, en dat sluit wel weer op elkaar aan. Elkaar een beetje helpen. We hadden het over de ouders die borg staan. Maar je zou natuurlijk ook, dat zie ik ook best vaak, is dat ouders een stuk schenking doen omdat kinderen een huis kopen. Hè? Er zijn leuke mogelijkheden voor kinderen die 18 tot 35 zijn, kunnen een hoge schenking krijgen. En als je dat combineert met nog een schenking voor de woning, aankoopwoning, kun je ruim 50.000 euro belastingvrij overhevelen naar de kinderen.
Dat kan een hele mooie manier zijn om dat tekort in eigen vermogen toch op te lossen. Ja. Dat zien we veel meer in. Want dat, dat scheelt een slok op een bol. Ja, maar doe dat niet overhaast, want er zijn allerlei formaliteiten. Het is een prima mogelijkheid, maar de fiscus stelt nogal hoge eisen aan de vorm waarin je het doet. Het moet goed zichtbaar, kenbaar en vast liggen. Dat is één opmerking erbij, dus, maar verder gebeurt het regelmatig. Denk eraan, als je meer dan één kind hebt, hoe vaak wil je dat doen en hoe vaak kun je permitteren om dat te doen? Ja. Om de verschillen tussen kinderen, daar moet je toch ook voorzichtig in zijn. En van de constructies dat ouders of een ouder het huis koopt en dan dat je een soort van verhuur... Dat kan natuurlijk wel, alleen dan is de rente niet meer aftrekbaar. Nee. En dat is natuurlijk nog steeds in Nederland een goed fenomeen, dat de rente wel aftrekbaar is. Alleen op het moment dat je een huis verhuurt, is de rente niet meer aftrekbaar. Wat je wel zou kunnen doen, is dat vader, als hij spaargeld heeft, dat hij kind gewoon geld leent. Ja, dat is ook een verhaal. Ja. Dus het kind betaalt de rente en dat is aftrekbaar van zijn inkomen. En voor vader is het lager belast, want het is een box 3 lening. Dus een lening die op 1,2% per jaar belasting kost. Dus als hij 5% binnenkrijgt, dan houdt hij er netto 3,8% van over. En het kind kan die 5% aftrekken en krijgt daar misschien 2,5% belastingaftrek voor. Dus dat kan een hele aantrekkelijke manier zijn om een gat te dichten in het eigen vermogen van het kind. En tevens in fiscaal interessant te werken. Dus dat zien we nog wel eens bij ondernemers die hun kinderen op die manier toch helpen in de eerste stap naar de woningmarkt. Ja, ja. Maar ik denk wel dat het toch wel zo is dat, dat je gewoon het moet kunnen betalen. Precies. Want zoals het vroeger ging, van inderdaad tot in de hemel lenen en dan uiteindelijk ergens driehoog achter terechtkomen omdat het allemaal misgelopen is, dat moet je ook niet meer doen. Nee, absoluut niet. In dat kader had ik ook een vraag aan Nico. Het fenomeen erfpacht doet zijn intrede en het is al een tijdje aan de gang, maar de laatste tijd ook in Apeldoorn. Ik heb daar zelf al een mening over. In het westen van het land is het gemeengoed. De grond is eigendom van de gemeente en je koopt alleen de woning. Ja. Hoe staat de bank daar? Hoe staat een bank daar tegenover, Nico? Nou, in ieder geval, wij zijn er terughoudend in. Mede omdat de erfpachtconstructies zoals die hier in Apeldoorn aangeboden worden, vaak op commerciële basis zijn. Ja. Die zijn geïndexeerd. En het probleem is, waar houdt dat op? Ja. Dus dat is ook heel lastig. Dus wij hebben als bank gezegd van nee, daar zijn wij heel terughoudend in. Ja. Maar ik denk dat er maar weinig partijen zijn die dat doen. Er zijn heel weinig partijen. Precies. Kijk, in het westen van het land, in Amsterdam, zie je er wel dat het gemeente is. Maar dan is het eigendom van de gemeente. Van de overheid. Ja, precies. Ja. En toch ook hier zie je veel dat mensen zoiets hebben van ja, ik wil toch mijn eigen grond hebben. Een huis waar het grond wat niet van mezelf is. We kennen het niet. Nee. Dat vinden ze gewoon niet prettig. Nee. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, dat mag. Je ziet dat de banken tegenwoordig weer wat bredere rentemarges hebben, hè? Is dat omdat ze wat meer willen verdienen of moeten ze wat meer verdienen? Nou, aan de ene kant ja, natuurlijk graag willen, nee. Het is omdat ze ook moeten. We hebben Basel 3, die legt een hele strakke richtlijnen op richting de bank, ook meteen tot een solvabiliteitseisen. Nou, dat gaat heel ver, maar daardoor zie je dat uiteindelijk ook die rentes en die marges toch wel reden moeten zijn. Dus stijgt namelijk ook die hypotheekrente nu flink door? Nou, dat heeft ook meer met de kapitaalmarkt uiteindelijk te maken. Maar uiteindelijk zit daar natuurlijk altijd een kostencomponent in. Dus dat heeft er ook uiteindelijk ook mee te maken. Maar Tunesië en Egypte en Libië en zo, speelt dat ook mee? Op dit moment nog niet, maar het zou best kunnen dat een rol gaat spelen natuurlijk, want zeker op het moment dat er oorlogen plaatsvinden, moeten gefinancierd worden, ja, dat heeft consequenties. Dus je verwacht eigenlijk dat de rente zo doorstijgt? De verwachting is dat op de lange termijn de rente toch nog gaat doorstijgen. En geldt dat ook voor de spaarrente van de particulieren? Ja, die zit ook weer wat in de lift. Maar het verband is, in januari, dat is ook voor de starters op de woningmarkt, niet alleen het aantrekken van de hypotheeknorm, maar de rente is in januari, februari ook met 1% gestegen. Mm-hmm. Dus dat komt dubbel hard aan. Ja. Maar als je dan ziet wat de spaarrente gedaan heeft, hij zegt dat die gaat stijgen. Maar het is anders verband dat die hypotheekrente op elkaar stijgt. Dat gaat in rap tempo, maar de spaarrente, dat blijft gewoon erg achter. Ik bedoel, die zit nog steeds op 2%.
Maar heb je ook hypotheken, dan moet je dus een spaarhypotheek nemen. Dan kan je dezelfde rente vergoeden als die je betaalt. Ja, volgens mij is dat ideaal. Zeker. Dat heb ik wat jaren geleden. Je zag dat het de hele tijd weg is geweest. Omdat aflossingsvrije hypotheken natuurlijk vooral. Ja. En dan zie je het langzamerhand ook weer terugkomen. En dat komt ook mede door het hele banksparen. Hoor. Ja. Dat uiteindelijk ook de koppeling met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering is anders geworden. Ja. De overlijdensrisicoverzekering, de premies zijn ook verlaagd. Dus het is allemaal wat dat gaat ook steeds interessanter geworden om dat te doen. En je had er straks ook fiscaal constructies, ja, ze kunnen dan ook een hoog-laag constructie gaan doen. Hè? Dus een hoge starting bijvoorbeeld in de polis of in die bank sparen, wat rendeert uiteindelijk ook op termijn. Ja, ja. Dat kun je combineren met zo'n schenking. Dan, hè? Ik had het over die schenkingen van 24.000 euro. Die 26.000 is gekoppeld aan aflossing voor de woning, dat werkt daar niet voor. Maar tussen 18 en 35 jaar kun je 24.000 eenmalig belastingvrij schenken. Als het kind dat in zo'n bankspaarproduct stopt, dus als eerste storting bij wijze van spreken, kan het 30 jaar lang belastingvrij renderen. En dan komt er aan de eindwaarde komt er ontzettend veel geld uit. Ja. Ja. En dan kun je je vervolgpremies heel laag houden. Dus dat betekent dat die kinderen in het begin misschien veel storten, maar dat krijgen ze van vader en moeder, dus dat merken ze niet echt. En vervolgens hebben ze heel weinig jaarlasten. En dat moet uit het netto inkomen komen. Dus dat tikt echt hard aan. Ja, dus dat is een hele goede tip natuurlijk. Ja. Maar dan moet daar wel in die tweede generatie, zal ik maar zeggen, moet dat geld zijn. Zitten, precies. Ja. Precies. En dat is, dat zijn toch de uitzonderingen. Ja, maar de kopers kunnen, als ze het niet van ouders krijgen, ook uit hun eigen spaarpotje doen. Dan kunnen ze beter wat meer lenen voor de woning. En daarbij spreken wat dat in wil voor kopen of wat aanpassingen. En dat spaarpotje gebruiken als eerste premie voor die bankspaarrekening. Dat geeft enorm veel rendement. In plaats van dat je 30 jaar een vaste premie stort, waar er steeds een beetje rente op komt. Als je in het begin 100 stort, 30 jaar rente op rente, dat tikt enorm hard aan. Ja. Dus die 15.000 euro of 10.000 euro die je in het begin extra stort. Dat is de beste investering die je kunt doen. Dat banksparen is een heel goed systeem. Ja. Maar als jullie nou bij elkaar te raden zouden gaan, hè? Stel dat je dat nu even zou doen, zou je dan nu adviseren, het is een prachtige tijd om een huis te kopen? Ja, qua financiering en qua Ik denk dat niet alleen dit jaar, nu maar ook vorig jaar was het een hele goede markt. Je kunt als koper natuurlijk, inderdaad, die prijsonderhandeling staat je best sterk. Er is veel aanbod en relatief weinig vraag, dus het is een kopersmarkt. Ja. Dus wat dat betreft heb je daar een groot voordeel aan. Dus je kunt wel wat doen met de prijsonderhandeling. Maar goed, het moet ook betaalbaar zijn. Ja, maar met een beetje eigen geld kun je makkelijk financieren, begrijp ik. Ja, dat is ook goed te doen. En ten tweede, de rente, hoe dan ook, die is historisch nog steeds laag. De rente is wel 5%, maar hij is laag, hè? Dus hij is laag. Precies. Dus als het alleen kan, zorg ervoor dat ze een stop inderdaad met het alleen maar aflossingsvrije hypotheek nemen. Ja. Zorg in ieder geval, wat René het ook zegt, in de vorm van een banksparen of de traditionele spaarhypotheek, dat je in ieder geval zorgt dat je wat aflost. Want wat ik nu meemaak, gewoon dat mensen die 5 jaar geleden een huis gekocht hebben en een aflossingsvrije hypotheek genomen hebben, ze kunnen helemaal niet verkopen. Nee. Of dat nou komt omdat er een baan verloren is of een echtscheiding, wat dan ook. Ze kunnen het huis gewoon niet verkopen. Nee. Dat zijn hele trieste gevallen. Ja. Eens vertrouwen troost, als je hypotheekgarantie hebt waar Nico het net over had, dan kan het wel, want dan garandeert de hypotheekgarantieorganisatie dat de hypotheek volledig wordt afgerond. Hoe hoog gaat die hypotheekgarantie liepen? Tot maximaal 350.000 euro. Maar de crisis is dan ook verhoogd. Ja, in de crisistijd verhoogd. Hè? Ja, dus voor een heel groot gedeelte, voor heel veel mensen is dat gewoon goed haalbaar. Dus wordt veel meer gebruik van gemaakt. Nou. Ja. Dus al met al zeggen jullie, we adviseren. Ja. Dus. Ik zou, als je de mogelijkheid hebt, zou ik zeker kopen. Ja. Maar er zitten waarschijnlijk een heleboel jonge mensen te kijken en die willen gaan samenwonen of die huren nu iets en die denken van we willen toch een keer die stap maken, liefst nu. Zit financieel allemaal heel lastig, kan het misschien allemaal net. Wat moet je dan doen? Ja. Hoe moet je gaan zoeken? Hoe moet je, hoe krijg je daar hulp bij? Waar moeten die mensen naartoe als er op bijvoorbeeld de dingen die jij net zegt? Dat is best ingewikkeld. Het is best ingewikkeld, maar met een goede hypotheekadviseur kom je daaruit. Ja, en nogmaals, met dit programma, als ze de term hoog-laagconstructie noemen, dan zal elke hypotheekadviseur zeggen, als ik het al vergeten was, dan ga ik er nu mee aan de gang.
Mm-hmm. Want dat zijn dingen die aantrekkelijk zijn. Verder moeten ze gewoon rond gaan vragen, die jonge mensen. Die hebben maar laat je goed voorlichten. Ja. Er zijn tal van mogelijkheden. Je kunt natuurlijk al heel veel op internet vinden. Maar internet is gewoon een statische computer waar je van alles uit kunt halen. Maar laat je gewoon voorlichten, laat het uitrekenen. Maar dat potje is ook wel belangrijk. Wat zeg je? Dat potje, dat eigen geld. Ja, natuurlijk. Aan de ene kant is dat wezenlijk belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, wat Oscar aangaf, is natuurlijk het BKR. Daar wordt ook natuurlijk nadrukkelijk door banken naar gekeken. Van, wat zien we daar? Wat mensen sowieso heel goed moeten doen. En goed kijken inderdaad naar een goede hypotheekadviseur die ook gewoon ingeschreven is in het register. Voor erkende hypotheekadvies, dan mag je veronderstellen dat ze dan ook in de hele breedte dus daar een goed advies krijgen. Ja, ja. En dan is het ook jezelf eerst goed daarin oriënteren, voor ons ook op de huizenmarkt gaan kijken. Maar eerst even kijken van wat kunnen wij eigenlijk met z'n allen en wat willen we samen? Precies, dat laatste is belangrijk. Ja. Want dat is ook een hele belangrijke. En hoe ver zijn we bereid om te gaan? Hè? Want we leven wel in een consumptiemaatschappij en willen graag 2-3 keer per jaar op vakantie. We willen toch ook graag één keer in een paar jaar toch een nieuwe auto voor de deur. Ja, en dat zijn keuzes die je moet maken. Ja, absoluut. Wat willen we doen in ons leven, maar ook wat willen we er eventueel voor laten? En dat is misschien nog wel belangrijk. Maar even samenvattend, zeggen jullie toch eigenlijk allemaal wel van als het even kan, koop een huis nu. Het is een goede tijd, de markt is goed, zal waarschijnlijk alleen maar in waarde gaan stijgen. Maar laat je goed voorlichten, zorg dat je de juiste informatie krijgt. Er zijn echt nog wel wat constructies zo hier en daar op los te laten. Zeker. Dus, als het moeilijk is, dan zijn er heel veel mogelijkheden om het erop te lossen, maar daar heb je wat creativiteit voor nodig. Ja. En liefst ook de ouders die een beetje meedenken. Ja, en die creativiteit die moet je bij deskundigen halen. Ja. Ja, maar als je nu voor zo'n hypotheek gaat, duurt het nu langer dan vroeger? Als je dus bij jou bel je aan en zegt ik wil een huis kopen, volgens mij gaan dat soort dingen sneller dan vroeger, hè? Ja, dat ligt eraan. Nee, ik denk dat daar weinig in veranderd is. En bij de bank gaat dat sneller? Dat gaat, tegenwoordig gaat het sneller, omdat we geautomatiseerde systemen natuurlijk. Maar het kan heel nu snel. Nu kopen is 3 maanden later eigenaar of 2 maanden later? 2 maanden, theoretisch kan het zelfs 3 weken, zou het gewoon kunnen. Hoeveel? 3 weken zou het kunnen, mits een notaris daar op de tijd voor heeft. Maar ik denk dat dat inderdaad het verschil is tussen de Rabobank bijvoorbeeld, hè, waar Nico dan werkt, of andere banken die ergens in het land een kantoor hebben, daar doet het echt wel lang hoor. Mm-hmm. En dan red je het over het algemeen niet binnen 6 weken. En vaak hoor je dan de dag voor de overdracht van we missen dit nog. Ja. Of we missen dat nog. En dan kan de overdracht niet doorgaan. Dus ik denk inderdaad met een plaatselijk bankje dat makkelijker voor elkaar kan krijgen op korte termijn dan met een landelijk open. Althans de Rabobank opereert natuurlijk ook een landelijk. Maar veilig plannen is een maand of 3. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiter denk ik, want wij zitten aan het eind van het programma. De laatste tip dus, zoek ook een goede bank. Dat helpt ook een heleboel. Ik wil jullie allemaal weer hartelijk bedanken. Oscar, Nico, Leo en René. Dit was Je Geld en Je Leven. Over 4 weken zijn we er weer en dan gaan we het hebben over huwelijkse voorwaarden.